Een zware Zwolle bleek niet opgewassen tegen Ado Den Haag. De 4-0 nederlaag in Den Haag heeft vooralsnog geen gevolgen voor de vierde plaats van de zwolle naren. Ado klimt naar de zevende plaats, zonder Janus Mokhtar, Dirk Marcelus, beide geschorst, Mustafa Saimak, geblesseerd, en Rian Thomas, in afwachting van geboortekind. Was Pick geen schim van de ploeg die in de eerste seizoenshelft zoveel indruk maakte? Vermakelijk Ado sloot de vermakelijke eerste helft af met een 2-0 voorsprong en daarmee kwam Pick eigenlijk nog goed weg. Toerman Diederik Boer hield je Becker twee keer van scoren af en ook Erik Valkenburg was dichtbij een treffer. Valkenburg kopte wel raak uit een corner en ook op de kopbal van Bjorn Joensen was Boer kansloos. Diezelfde twee spelers tekenen naar rust ook voor de Ado doelpunten. Na ruim een uur was het duel al gespeeld. Arm Pek het arme Pek moest het duel ook nog eens met tien man uitspelen. Invaller Shaquille Woudstra stond amper in het veld toen hij zich verstapte en geblesseerd uitviel. Pick had op dat moment al drie keer gewisseld. Een van die invallers was Stef Nijland. Het was zijn honderdste invalbeurt in de eredivisie. Een statistisch feitje dat de hoofdrolspeler zelf koud liet. Leuk voor de media. Mij zegt het niets.